Hoi, ik ben Stefan, werk voorbereider bij Hoppenbrouwerstechniek. Ik ben begonnen met een afstudeerstage op de vestiging in Utrecht van Hoppenbrouwers. En afgelopen zomer ben ik in dienst getreden hier als werkvoorbereider. In deze special ga ik jullie laten zien hoe dat is. Aan het einde van mijn opleiding Engineering Design and Innovation Mechatronica aan de Hogeschool van Amsterdam was ik op zoek naar een afstudeerstage. Via een open dag van Hoppenbrouwers ben ik terechtgekomen bij Hoppenbrouwers Utrecht. Daar heb ik afstudeerstage gedaan in het HEC. En uiteindelijk heb ik gekozen om wat meer de projectmanagementkant op te gaan. En ben ik werkvoorbereider geworden in industriële automatisering. Mijn werkweek als werkvoorbereider is heel dynamisch. Elke dag is anders. Op projectdagen ga ik vaak naar locaties om te kijken hoe het daar is. Vandaag neem ik jullie mee naar Zwolle, productiebedrijf Engelse Werk. Dat is een groot drinkwaterproject van ons bij een productiebedrijf. We staan hier in Zwolle. Hier wordt water uit de grond omhoog gepompt, gefilterd en daarna rechtstreeks naar de kraan gestuurd. Ze voorzien hier water voor heel Zwolle en omstreken. Het Engelse Werk is op zichzelf natuurlijk al best wel een groot en uitdagend project. Er zitten enorm veel technische uitdagingen in. Dus dat is elke dag weer opnieuw als werkvoorbereider een grote uitdaging. Nou, bij een project als het Engelse Werk proberen we natuurlijk erg bezig te zijn met duurzaamheid. Dat doen we in de werkvoorbereiding door goed om te gaan met het inkopen van je materiaal, dat je dat op een duurzame manier doet. Daarbij proberen we ook te letten op onze reisbewegingen en die zoveel mogelijk te beperken in verband met de uitstoot. Ja, mijn ambitie is uiteindelijk om door te groeien naar de functie van projectleider. Nu al worden daar vanuit mijn coaches daar de juiste handvaten voor aangeboden om dat te kunnen realiseren. Maar goed, eerst deze projecten afronden en alle andere projecten en dan doorgroeien naar de functie van projectleider. Hopelijk hebben jullie nu een beter beeld van hoe het is om werkvoorbereider te zijn. Bedankt voor het kijken. Doei!